Peter Gillis, 61, de eigenaar van meerdere vakantieparken, krijgt van Talpa een 12e seizoen van zijn realityshow Familie Gillis: Massa is Kassa. Dat maakt hij zelf bekend via een bericht met een nieuwe foto, waarop ook zijn nieuwe vriendin Wendy te zien is. De serie verhuist naar de vrijdagavond, net als in het eerste seizoen. Vanaf vrijdag 5 april om 20:30 kunnen de kijkers weer meegenieten van het leven van de familie Gillis. Het seizoen telt 10 afleveringen. Ondertussen gaat Peter Gillis nog steeds gebukt onder verschillende rechtszaken, die waarschijnlijk nog lang zullen duren. Hij wordt verdacht van belastingfraude, het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten en het mishandelen van een journalist. Deze beschuldigingen lijken geen invloed te hebben op de samenwerking tussen Talpa en Peter Gillis, die nog steeds onverminderd sterk is. Maar hoe lang kan Peter Gillis zijn vakantieparken-imperium nog overeind houden?